Niels Bakker. Nou, lekkere 3 punten, hè? Want het was eigenlijk een 5-puntenwedstrijd. Ja, inderdaad. Hadden we vandaag niet gewonnen, dan hadden we naar onder moeten kijken. En nu kun je toch lekker, sta je lekker in de middenmoot van naar plek 7 toe. Ja, en als we weer kijken naar deze wedstrijd, waren jullie toch eigenlijk wel aan elkaar gewaagd? We waren wel aan elkaar gewaagd, maar ik vond dat wij gewoon erg compact speelden. En dat de uitbraak op de zijkant, dat kwam er toch wel goed uit. En vooral de tweede helft hadden we wel een kans of 5. Maar de eerste helft was het Blokkers die 2 mogelijkheden kregen. En we hebben 1 keer mazzel gehad, maar dat was die bal op de lat. Maar ja, die hadden hun ook. Nee, ik bedoel, wij hebben mazzel gehad dat zij op de lat schoten. Maar de rest vond ik dat wij meer gecreëerd hadden. Maar kijk, dat is een eigen doelpunt natuurlijk. Die werd natuurlijk wel goed uitgespeeld. Maar in de tweede helft gingen hun 1-op-1 spelen. Daardoor kregen jullie mogelijkheden en ook wat vrije mannen aan de zijkant. Waardoor dus eigenlijk die ballen makkelijk ingekopt kon worden. Ja, absoluut. Maar ja, die was ook wel erg mooi uitgespeeld. Zeker, want we wisten wel dat aan de zijkant wel ruimte krijgen. We speelden met de backs hoog. En we wisten dat deze jongens die hier op links en rechts buiten staan, verdedigend wat laten zitten. Dus ja, hoog met de backs om naar voren. En hopen dat we er zo wat konden creëren. Want Blokkers kan wel goed voetballen. Ja, dat heb ik ook wel gezien. Maar af en toe die middenveld kwam natuurlijk niet mee naar voren. Daardoor creëren ze geen goede kansen op het doel van jullie in de eerste helft. Maar kijken we naar de hele wedstrijd, dan denk ik bij mezelf een klein beetje geflatteerd. Nou ja, als je kansenverhouding kijkt, dan misschien niet. Maar dat voor hetzelfde had ook gelijk kunnen zijn. Maar ik vond het wel iets beter. Vorig jaar bijna dezelfde ploeg heb je gehouden. Hè? Want je hebt nou een doelverdediger die dan overgekomen is van de Zuidvogels. Nou, Mol. Maar ja, dat was eigenlijk een jongen uit Werfershoven. Ja, klopt. Die komt gewoon. Ik heb hem vroeger nog in de F's getraind. Maar dat is ook de laatste keer dat ik hem gezien heb bij VVV. Hij was een gauw opgepikt door de regioclubs. En en is heel hoog beland en uiteindelijk bij Zuidvogels. Maar het is prachtig om zo'n jongen terug te hebben met zoveel ervaring. Ja, nu 3-1 tegen KGB en nu 2-0 tegen Blokkers. Nou, crescendo. Ja, maar het was nodig ook. Want voor de vorige week was het 2 maanden terug dat we wonnen. En dit is maar nog maar de derde overwinning. Dus we hadden ze nodig. Maar ik ben de hele seizoen al van, ja, we kunnen wel voetballen. Maar we schieten ze zo moeilijk in. En dat hebben we vandaag ook wel laten zien. Dat we toch 4-5 open kansen missen. Statistisch gezien hadden jullie eigenlijk moeten verliezen, maar jullie hebben het toch omgedraaid. Ja, want hier winnen we ook niet veel. Vorig jaar verloren we hier ook en het jaar daarvoor ook. Dus we hebben het altijd moeilijk hier bij Blokkers. Maar, en in uittenu winnen we ook niet zoveel. Dus statistisch gezien hadden we hier moeten verliezen. Maar gelukkig hebben we dat eens een keer doorbroken.